dat ik een beetje op tijd thuis ben, vast wel. Ik gok 8:30, we gaan het zien. Mooi kop, jongen. Dat zie je nu niet, maar... Heerlijk. Oh, nee. Auw. Wordt het zo'n dag? Oké. Okay. Ik heb de ergste dag van mijn leven gehad. Tijd om dit mega grote doos, zak open te maken. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en wow, dit is lang geleden. Heel erg leuk dat jullie kijken. Ik heb deze week echt pittig drukke week, niets te doen. Maar het was hartstikke leuk, dus doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan gaan we beginnen met de vlog. Oké, ik zou even vertellen wat ik vandaag allemaal heb. Ik had vorige week tentamens. Echt, ik heb me 3 weken lang echt opgesloten tot de max. En nu zijn we klaar. En nou ja, zo goed als klaar. Ik heb vandaag alleen nog een projectpresentatie. Dus die gaan we even rocken. Wordt pittig moeilijk, want we moeten echt in een investeerderstal praten van hier tot Tokio. Maar komt helemaal goed. En daarna ben ik wel klaar, zeg maar. Dus heb ik deze week een soort van vakantie, want ik hoef niet naar school. Dus eigenlijk heb ik wel een vakantie. Maar ik heb wel heel veel dingen ingepland. Dus dat wordt leuk, dat gaan jullie deze week zien. Ik heb er heel erg veel zin in. Vandaag heb ik dus die projectpresentatie. Ik ga zo even ontbijten. Vanavond heb ik een teamvergadering op werk. Dus daar ga ik dan heen. En voor de rest heb ik eigenlijk niks. Dus als ik een beetje op tijd thuis ben, wil ik nog gaan filmen. Want ik ga de komende maand 2 video's in 1 week doen. Vraag me niet waarom. Ik had er zin in, dus ik dacht ik doe het gewoon. En eigenlijk wil ik dat afgelopen zondag een video filmen. Dus gisteren. Maar dat is niet gelukt. Want ik was brak. Ik was pas om 1 uur wakker of zo, 3 uur thuis. Dus 's middag, zeg maar. Dus ja, goed verhaal, lekker kort ook. Ik laat jullie mijn outfit zien en dan ga ik ontbijten en zo richting school. Nou, het is nog een beetje donker buiten, maar goed, je kan het wel zien. Ik draag deze trui van Colorful Rebel. Ik vind hem echt geweldig. Met gewoon zwart en dan allemaal van die franjes. Dan mijn leren broek van Naked. En ik heb mijn witte laarsjes aan van Comrade Fashion. Dus dit is mijn outfitje. Gelijk even vertellen waar mijn sieraden van zijn. Deze is van My Jewelry. Deze is van Naked. En mijn oorbellen zijn eigenlijk allemaal van... van waar ik werk, Lily. Maar ze zijn van Jewang. 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 Dus dat. Ik ga ontbijten. Zo, nou, ik ben thuis en het was echt pittig. Ik heb echt geen idee wat ik hierbij moet gaan verwachten, maar ik zie het allemaal wel. Er waren dus ook van die externe opdrachtgevers en die waren best wel kritisch of zo. Ja, sommigen vonden het ook wel weer juist heel goed, dus ik zie het allemaal wel. Ik heb in ieder geval een pakketje binnengekregen en mijn uitzet is ondertussen aan het koken. Ik ga zo even eten, even een lunch maken. Maar ik dacht, ik laat jullie even het pakketje zien. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen van Ana Luisa. Dat is een sieradenmerk. Echt heel mooi. En dit is het doosje waar ik in binnenkomt. Met heel erg mooi. Oeh, like it. Oké, ik ben benieuwd wat ze hebben opgestuurd. Ik mocht namelijk wat items uitkiezen. En het is... ik ben heel erg benieuwd. Er zitten 2 zakjes in. Items zijn van dezelfde diamanten of juwelen gemaakt als ze bij Tiffany's en Louis Vuitton ook gebruiken. Dus het is prijzig, maar dan heb je wel wat. Oké, hier zit een zakje bij. Een plastic zakje. Ik denk dat je daar gewoon je sieraden in kan bewaren als je het wil meenemen onderweg of zo. Als eerst heb ik... Oh, dit is schattig. Deze. Ik ben namelijk overgestapt op gouden sieraden. En ik vind deze echt wauw, echt mooi. Ik hou ook van roze. Voor de mensen die dat niet weten, kijk mijn kamer in. Het is echt roze en goud. Ik heb dus nu ook gouden sieraden in. Dus dit komt zeker goed van pas. Ik vind het echt een mooi kettingje. Dus deze gouden met roze ketting. Dan is er nog een tasje of zakje. En hierin zit... Oeh, nice.
echt heel mooi. Ja, dit vind ik echt prachtig. Dit zijn ook allemaal kettingen. Een lage ketting. Met een munt. Hier nog wat met zwart. En dit is ook een munt. Echt heel mooi. Hoe mooi is dit om gewoon in een laag te dragen? En dit kwaliteitje is dus ook echt top. Dus hier ben ik heel blij mee. Ik ga het zo even allemaal omdoen. Die heb ik ontvangen. En oh ja. Oh yes. Leuk. Deze ring. En die heeft dus ook dat rossige diamantje ring. Ik hoop dat die past. Ja, perfect. Oh, love it. Dit is toch prachtig. Ik vind het echt zo mooi. En dan met die kettingen erbij. Oeh, ik ga ze omdoen. Heel erg blij mee. Ook jullie kunnen 10% korting krijgen met de code FLOOR10 op Ana Luisa, de webshop. Ik zal even alles in de beschrijving linken, mocht jij benieuwd zijn. En dit is dus echt kwaliteit sieraden. Dus als je iets goeds wil, moet je hier zeker even op kijken. Het is echt heel erg mooi. Ik ga het even omdoen en dan kijk ik hoe het staat. Ik vind het echt prachtig. Ik ben echt helemaal into goud. Ik weet niet wat het is. Ik heb het ook met mijn nagels. Love it. Ik ben geslaagd. Ik ga nu even snel dit omdoen. En een ontbijtje. Of ontbijtje. Een lunchje fixen. Lunchje fixen. Jezus. Een lunch fixen. Want ik heb honger als een baat. Dit is ketting 1. Echt heel erg mooi. Met de ring. Zo. En ik heb de ketting nu om. Ze zijn echt mooi. Zo de knetter. Ze zijn echt mooi. Dus kijk even in de beschrijving. Ik ben trouwens ook helemaal blij, want ik heb het boek van Masha. Oh, en vannacht, hè. Ik wou deze kussen op mijn kussen doen. Klinkt goed. Het was donker en dit flikkert om. En hier lag een kaarsje en dat was glas en dat was allemaal omgevallen. En het was één grote drama. Dit had ik vroeger hier aangedaan. Ik weet niet meer hoe ik dat had gedaan, dus die ligt eraf. Dus ja, heel gedoe. Maar goed, dit boek en ik ben zo benieuwd. Dit is echt helemaal mijn studie, helemaal mijn ding. Voor nu, ik ben snotverkouden. Het is echt vreselijk. Het is zo koud. Vreselijk. Ik ga een video filmen. De kledingklas, kledingkast clean with me. Dus dat ga ik nu doen. Want het is 2:30 en om 6:00 heb ik die meeting van mijn werk. Dus ik heb nog wel even mooi de middag de tijd. En dan ga ik hem eigenlijk het liefst ook gelijk editen als dat kan. Maar goed, dan moet ik nog allemaal even kijken. Dus ja, ik ga dat even doen. Ik zal je even before laten zien. Even een sneak peek. Het is echt, oh wat erg. Door die tentamens en zo, ik heb alles erin gepleurd. Oh, dit is echt niet oké. Okay. Zo. Het is toch vreselijk dit licht. Maar oké. Okay. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Ik heb een werkvergadering, dus daar ga ik nu heen. Ik heb eigenlijk de hele tijd gefilmd. Die kledingkast opruimvideo, dat is echt walgelijk licht. En toen heb ik hem gelijk geëdit. En ik heb hem ook gelijk online gegooid, dus dat is top. En het is zo donker alweer, hè. Het is nog maar 6:00. Het is gewoon pikdonker buiten. Hoppa, nou, ik ga er vandoor. Het is ijskoud, dus ik heb een dikke jas aan, doe een sjaal aan. En ik heb geen idee tot hoe laat die vergadering is. We gaan het zien. Ik hoop dat ik een beetje op tijd thuis ben. Vast wel. Ik gok 8:30. We gaan het zien. Zodat ik nog even lekker kan douchen of zo. En gewoon lekker kan chillen. En dat boek kan lezen. Want ik wil dat boek van Masha lezen. Want ik ben zo benieuwd. Dus doei. Oeh, tak op de weg. Godzame. Storm. Storm op komst. Zo, nou, Floor zit weer in de auto. Op weg met Floor. Vreselijk licht, het is poepiekoud. Echt vreselijk zeg, het regent en ik moet best wel ver lopen. Ik heb mijn auto best wel ver gezet, ik weet niet of je me hoorde. Verwarming staat hard aan. Maar goed, het was eigenlijk best wel gezellig. En ja, het was eigenlijk heel gezellig. En we hadden nog lekker gepraat en over feestdagen. Zo gaan we samen vieren. Dat is helemaal leuk. Dan ga ik naar huis. Want ik heb zin in een broodje frikandel of een broodje kroket. Dus dat ga ik maken. Vreselijk slecht, maar ik heb vakantie. Dus ik vind dat dat mag. Dus dat is ook iets wat ik ga doen. Oeh, ik doe zo'n lamp zo uit. Want ik zie geen ene reet. Oh, het regent echt hard, joh. Oh, en mijn hak is er half af of zo. Ja,
dit was gewoon het teken dat ik moet stoppen. Mijn hak was al half af. Die ga ik zo even met een hamer weer inslaan. Be right back. Oké, dit is de situatie. Sowieso die zwarte strepen. En dit. Oh, verkeerde schoen. Jezus. Oh nee, wel goede schoen. Kijk. Kun je het zien? Dus we gaan het fixen. Oké. Hij moet nog weer. Ja. Oké, gaat hem niet worden. Ik breng hem wel een keer naar de schoenmaker. Lijkt me beter. Zo jongens, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Let niet op mijn hoofd. Mijn moeder is gisteravond heel erg ziek geworden. Ik zat net met mijn airfryer te kutten en lekker eten te maken. Dus daar... Auw, wat het zo'n dag. Oké, dus daar was ik eigenlijk de hele tijd mee bezig, want het is echt niet normaal. Maar goed, dus niet echt geslapen. Maar dat maakt niet uit. Ik komt allemaal goed vandaag. Ik ga nu onderweg even een zonnebankje pakken. Want zoals je ziet, dit is helemaal vreselijk. Ja, laten we gaan. Eigenlijk wou ik gisteravond douchen. Maar dat is er niet van gekomen. Dus ik ga lekker straks als ik terug ben douchen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik haal nu even Lies op en dan gaan we lekker zonnebankje pakken. Want anderhalf jaar niet op vakantie of twee jaar, weet ik veel wat het is, resulteert in dit. Daar heb je helemaal niks aan. Dus even een kleurtje pakken. Mocht het me bevallen, dan ga ik zeker weten. Vaker. En dan ga ik daarna ook weer naar huis, want ik moet nog wat voor school doen. En sowieso even douchen en zo. En daarna wil ik een video opnemen. Ik ga een night routine opnemen. En ik ga ook nog met Sander. Dus helemaal gezellig. Lekker vakantie. Nou, yo. Zonnebankje gepakt. Misschien zie je het nog niet zo heel goed. Maar ik zie wel degelijk al verschil. Het brandt ook een beetje. Maar ik vind het wel lekker. Dus ik ga het vaker doen. Lisa is al gelijk poepiebruin. Nou ja, rood. Maar dat verkleurt wel lekker. Lisa verkleurt zo snel, hè. Oh, heerlijk. Dus ja, ik ga dit zeker vaker doen. Ik vind het top. Dus eind november. Er was in november een actie. Ik ga trouwens bij Nijverdam bij de Tent Studio of zo. Die is nieuw. Oh, zo lekker. En er was zo'n actie tot eind november. Dus die gaan we... nog een keer pakken en daarna gaan we ze elkaar doen. Maar goed, ik ga nu naar huis. Ik ga straks nog even douchen, met school bezig. En dan ja, is dat mijn dag alweer. Lekker chill. Goedenavond alweer en het is alweer woensdag. Sorry dat ik nog niet heb gevlogd vandaag. Gevlogd. Maar Sander bleef uiteindelijk bij me slapen, heel spontaan. En vanochtend moest ik moest gewoon werken vandaag. Dus ik ben nu pas thuis en ik voel me eigenlijk echt niet lekker. Qua buik, ik denk, ik hoop niet, dat mijn moeder me heeft aangestoken met die buikgriep. Maar dat hoop ik echt niet. Ik hoop niet dat het doorzet, maar morgen ga ik de hele dag naar Amsterdam. Ga ik shooten met mijn nicht, dus dan neem ik jullie sowieso gezellig mee. Maar ik wil gewoon beter zijn. Ik wil dat niet. Ik heb daar geen zin in. Ik wil leuke dingen doen. Maar ik voel me gewoon en dat gewoon buikpijn, weet je wel. En ze zei, ja, dat had ik ook in het begin. En toen dacht ik, oh nee. Oh, dit ligt ook. Het is zo donker. Het is echt... vreselijk. Maar goed, ik hoop niet dat het doorzet. Dat is het verhaal wat ik nu wil zeggen. Echt geen zin in. Oh mijn god, oké. Ik ben thuis van werk. En ik heb mijn laarsjes gelijk naar de schoenmaker gebracht. En ze konden het gewoon in één middagje fixen. Ze hebben er namelijk een nieuwe hakgedoe opgezet. Zoals je ziet. Dus dat is top. En ik zei nog over die zwarte streep. Zei ze,
Ja, je kan proberen met olijfolie even met een zacht doekje overheen te gaan. Want waarschijnlijk helpt dat of zo. Dus ga ik nog een keer testen. Verder zie ik het niet uit, maar maakt niet uit. Ik heb een proostjespakketje ontvangen. Die wil ik ook nog even laten zien. Het is een beetje gehaast, want ik word straks opgehaald. Want ik ga vanavond nog naar Sande. En die had mij dus over een kwartier al op en ik ben net thuis. Maar ik wil nog even dat pakketje laten zien. En dan vanaf morgen wordt het weer helemaal leuk. Maar nu is het gewoon even haasten en ja, niet echt wat boeiends of zo. Dus ik ga het pakketje laten zien. Maar goed, wat wou ik nog zeggen? Ik weet niet meer. Iets van dat ik had gewerkt. En zo, ik weet niet meer. Het is een beetje lelijk licht, maar goed. Ik heb dus van Poses weer een grote doos gekregen. Ah, ik heb een snee gemaakt. Oh shit, moet ik hem thuis? Oh shit, nee, het bloedt niet. Nou, met deze code, die zet ik hier in beeld, kunnen jullie 10% korting krijgen op je bestelling bij Poses. Ik heb namelijk sokken besteld. En dat is handig, want dit zijn niet lange. En de vorige keer gingen we touw klimmen. Oeh, hij stinkt wel. Toen gingen we touw klimmen toch op sport, op crossfit. En toen had ik een hele, hoe heet dat? Vel eraf. Dus ik dacht, ik doe grote, lange sokken. Dus deze met nieuwe sportschoenen. Want die lijken wel die van Nobu die ik wou. Deze sportschoenen. En die zijn zwart. Maat 39. Ik hoop dat ze pas. Zien er echt goed uit. Dus ja, voor crossfit dacht ik, dat is wel handig. Hij heeft ook wel zo'n goede zon. Dus deze. Dat is wat ik heb gekregen. Ik ga nu zo weg. En dan hoop ik dat ik morgen ook nog weg ga. Dus dat zien jullie morgen. Goedemorgen. Ik kan nu de camera er wel voorbij pakken. Het is vandaag donderdag en zoals je ziet lig ik in bed. Ik heb volgens mij best een rode hoofd. Fijn, ben ik niet een spook. Ik heb de ergste nacht van mijn leven gehad. Een avond. Oh, wat erg. Ik zou de details besparen, maar hier ligt een emmer. En ik moet beschuit eten met suiker. Ik moet iets binnenkrijgen. Oh, ik moet er niet aan denken nu. Maar goed, ik zou het dus snel uitleggen. Ik zou naar Sander gaan en was ik ook. Hij had me opgehaald en toen was ik daar echt 5 minuten. En ik voelde me zo slecht en ik dacht echt, oh nee. Ik denk dat mijn moeder mij heeft aangestoken, dacht ik, weet je wel. Met die virus van je buikgriep. Dus ik dacht, shit. Ik ga daar niet alles zitten onder kotsen. Want mijn moeder moest de hele tijd kotsen. En zo. Dus ja, ik zei, breng me maar weer naar huis, weet je wel. Oh, ik moest mijn zorg inhouden. Ik zat er echt vreselijk. Dus hij bracht me maar weer naar huis. Echt super stom. En ik was thuis. En dat was echt de beste keuze ever. Want ik trok gelijk mijn pyjama aan. Ik pakte een emmer. En bam. Ik heb alles ondergekost. Echt alles. Ik heb in totaal, deze gisteravond en vannacht, 68 keer gekotst. Dat is echt geen grap. Dus ik voel me zo naar. En gewoon zo dizzy en duf. En net ook, ik was om 12 uur had ik nog gekotst. Ik had om 1 uur nog een paar keer gekotst. Toen op een gegeven moment werd ik om 4 uur wakker. En om 6 uur wakker. En toen voelde ik gewoon mijn buik helemaal krampen en gedoe. Dus ik dacht, misschien moet ik even een theetje drinken of zo. Zodat ik iets met suiker binnenkrijg. Want dan doe ik er suiker bij in. Maar ik liep naar beneden. Toen liep ik naar boven ook. Ik was bijna flauw. Het was echt vreselijk. Dus ja, ik heb nu weer geslapen. Het is nu nog steeds ochtend. En helaas kan ik dus niet shooten. En ik was hier al bang voor. Ik voelde het gisteren al opkomen in mijn buik. En ik kan wel janken. Ik had er zoveel zin in. En sowieso, deze vlog. Ik had maandag en dinsdag best wel veel gefilmd. En toen dacht ik, oh, dan moet ik even niet zoveel filmen. Want donderdag ga ik de hele dag filmen in Amsterdam. En gewoon krijg ik heel veel beeldmateriaal. En dan is die vlog zo lang. Nou, dan had ik beter dus wel kunnen doen. Want nu lig ik de komende dagen in bed. Niks te doen. Dit is echt kut. Maar goed. Ik had ook heel erg veel zin om nieuwe content te maken. Voor Instagram. Want dat wil ik. Maar dat gaat dus niet door. En daar baal ik echt van. Want ik had er echt op verheugd. Maar goed, is niet anders. Zul je net zien. Ik zie het allemaal wel. Ik ga even in bed liggen. Ha, vreselijk. Zo, ik ga even bijpraten. Het is nog steeds donderdag en ik kan lopen. Ik ben zo blij. Oh, vreselijk licht.
namelijk alweer bijna donker buiten. Aan het schemeren. En ik zie er ook niet uit, dus ik maak het ook niet uit. Maar ik had vandaag een pakketje van Naked ontvangen. Dus die ga ik nog wel laten zien. Maar dat ga ik morgen doen, want dan voel ik me denk ik wel wat beter. Dus ja, en er zit een doos in. En ik wil eigenlijk nu gewoon zo graag kijken wat erin zit. Zou ik het gewoon doen? Ik doe het wel gewoon. Ik ben heel benieuwd. Ik heb trouwens deze pyjama van de Primark. Hij is zo zacht. Heel mooi bruin. Dat beige-achtig. Met van die, ja, het is echt een walgelijke broek. Echt vet groot. Dit is een maat S. Maar hij heeft gouden glitters. Het is zo leuk. Oké, ik heb jullie even op een schoenendoos gezet. Ik wil me verontschuldigen. Oh, er zit allemaal mascara nog in mijn oog. Voor dit. Maar ik zal even een update geven hoe het nu gaat. Ik heb alleen nog koorts. Ik zweet me kapot. Maar qua buik en zo gaat het eigenlijk wel weer beter. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik durf het eigenlijk ook niet hardop te zeggen. Want vanmiddag lag ik dat ook even. En toen was ik in slaap gevallen. Toen werd ik wakker. En toen dacht ik echt, oh mijn god, ga ik nou weer kotsen en zo. Misschien een beetje too much information. Maar ik dacht echt, oh nee. Maar ik heb even een kiwi gegeten. Want ik durfde echt niks meer te eten. Ik heb alleen vanochtend een beschuitje gehad. Toen dacht ik, want vrienden zeiden, oh je moet kiwi eten. Dat is goed, weet je wel. Vitamine, dit, dat. Ik zei, oké. Dus toen heb ik de poging gewaagd en de kiwi zit nog in mijn buik. Dus ik ben blij. Toen hadden we van die zoute crackertjes. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon één zout crackertje. Want zout is goed voor je dan of zo als je ziek bent en whatever. Had ik dus per ongeluk die naturel crackers gepakt. Nou, echt, dat is zo droog. Maar goed, daar heb ik wel eentje van opgegeten. Dus ik heb wel iets binnen. En verder, vanavond gaat iedereen, is iedereen weg thuis. Mijn zus ook bij mijn vader. Ik wou eigenlijk ook heel graag, maar dat gaat hem niet worden. En dan steek ik ook weer iedereen aan, want het is dus vet besmettelijk. Maar goed, had ik het al gezegd dat ik dus dit pakketje had. Maar ik wou dus niet open doen, want ja, straks steek ik iedereen weer aan of whatever. Dus ik had gevraagd of mijn zus een briefje op de deur wou plakken vanochtend toen ik nog in bed lag met... want ik wist dat het bezorgd zou worden. Met zet hem maar voor de deur, weet je wel. Dus dat hebben ze ook gedaan, dus daar ben ik blij mee. Maar we gaan het even snel openmaken. Sorry dus voor deze look. Ik zou morgen, en voor dit licht en alles. Oh, het is echt vreselijk. En ik had ook zo'n veel leukere vlog verwacht om weer te beginnen. En dat was ook de bedoeling. Ik had een hele leuke planning. Ik heb vakantie van mijn tentamens, dus helemaal leuk. En het is echt weer typisch Floor dit. Want dan gaat het weer fout, of word je ziek, of dit of dat. Dat kan er maar één overkomen. Maar goed, volgende week wordt het weer helemaal leuk. Want ik heb allemaal leuke dingen. Dus volgende week zou de weekvlog vast wel wat leuker zijn. Maar goed, dit kun je niet inschatten. Lang geluld nu weer. Het is tijd om dit mega grote doos zak open te maken. Oh my god, het is zoveel. Ik zou morgen wel even de aanbeelden doen en zo. Dan trek ik het allemaal wel aan, maar dat ga ik nu niet doen. Maar goed, ik ga vast kijken wat erin zit. Ik zet trouwens alle items hieronder linken. En jullie krijgen ook 20% korting met de code FLOOR20. Oeh, mooi. Dit is vreselijk licht zo, maar een hele mooie blazer dress. Met schoudervulling. En er zit ook nog zo'n gouden centuurtje bij. Deze in maat 34. Dan. Yay. Deze vind ik ook zo leuk. Deze trui. Maar deze beige trui. Ik weet niet of je het een beetje goed kan zien. Maar hij heeft een hele mooie V-hals. En ook de achterkant is gewoon hetzelfde. En hij is wat korter. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Met een hoge leren broek of zo. En dan deze mouwen. Dit is toch prachtig. Dus ja, deze trui. En die heb ik in een maatje XXS. Want ik wou niet dat die te groot viel. Nee, het valt sowieso een maat groter dan je hebt altijd. En hij is ook echt vet zacht van binnen. Oh mijn god. Dus, oh, deze vind ik heel leuk. En met allemaal sieraden. Dan, wat is dit dan? Een, oeh, leuk. Oh, deze vind ik zo mooi. Dit is ook een zwarte dress. Oh, zo mooi. En dan met zo'n band. Dus dan kun je mooi omknopen. Om toch nog iets detail te creëren. Ja, deze vind ik echt heel mooi. En deze mouwen erbij. Ook weer zo'n ballonmouw. Trouwens, die strepen in het beeld komen van de lamp. Want anders is het gewoon vet donker. Maar goed, dit heeft ook weer zo'n mooi beige kleurtje.
ik weet niet, ik ben daar de laatste tijd helemaal gek op. En volgens mij echt iedereen, want iedereen om mij heen heeft hetzelfde. En ik weet niet wat het is, maar iedereen is gek op dit kleurtje. Dan heb ik deze body. Oeh, heel mooi. En dan met zo'n mooie ronde hals. Dit vind ik gewoon leuk. Het is altijd handig met een jasje. En het is een string body, dus dat is ook wel fijn. Dit is in zo'n kaki groene kleur. Je ziet het niet zo mooi nu, maar het is gewoon kaki groen. In XS. Oh my god, ja. Deze is zo mooi. Dus ik ben blij. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Prachtig, dit is een glitterjurk. Oh my god, ik heb zoiets met glitter de laatste tijd. Dit is gewoon zo'n strakke jurk. En de achterkant heeft dus zo'n hele mooie open V-hals. Wat ik echt een heel mooi detail vind. En dit is zo mooi om gewoon met een riempje mooi aan te sluiten. En dan laarsjes eronder op hakken eronder. Kijk hoe mooi dit glittert. Dit wil je. XS. De Deep Back Straight Dress. Dan. Oh, hier ben ik ook heel blij mee. Deze trui. Oh, heerlijk zeg. Welke maat heb ik gedaan? Oh, ik ben blij dat ik een kleinere maat heb gedaan. Dit is namelijk een hele mooie, beetje, ja, het is oud roze poederachtig, maar het lijkt op beeld best wel bruin. Maar hij is wel iets lichter, in het echt. Dit is een hele lekkere trui met een lekkere kool erbij. Dus dat is altijd goed, hij heeft een mooi patroontje erin. Dit is een XS in de kleur Dusty Dark Pink. Dan heb ik, oh my god, het is zo verwend. Oh, trouwens, dit is dus wel een samenwerking. Ik heb dit opgestuurd gekregen, maar ik word hier niet voor betaald. Het jurkje, wat ik net liet zien met die glitters, die hebben ze dus ook in het topje. En ik hoopte dat ze gewoon één van de twee gingen opzoeken. Tuurlijk, allebei is echt geweldig, maar ik hoopte gewoon stiekem sowieso één van de twee. En ik heb ze dus allebei gekregen en ik vind hem zo mooi. Dit is dus echt zo'n heel mooi, zelfde stofje qua glittertopje. En dan heeft hij aan de achterkant heel erg mooi chic een open rug. Met een knoop aan de onderkant. Deze in een maatje XS. Oh, wat is dit dan? Oh ja. Oeh, hier ben ik heel benieuwd naar. Dit is een zwart blouseje. Met van die pofmouwen. Van die doorzichtige pofmouwen. Wat je nu eigenlijk overal ziet. Het lijkt heel erg groot. Maar goed, dit is van het gaas. En dit is gewoon van dat zwarte, beetje satijnen stofje. Dit topje. Hier moet ik aan wennen. Maar het leek me wel leuk om te proberen. Maatje 34 XS. Yay! De doos. Maar wat zit er dan in die andere doos? Huh? Geen idee. Oké. Ik heb een doos gekregen. Met, oh my god, dit wilde ik zo graag. Al heel erg lang. Ik hoop dat die past. Deze hoge laarsje. En die kun je ook nog aanstrikken. Dus dat vind ik heel erg fijn. Want ik heb best wel dunne poten eigenlijk. Dus ik ben altijd bang dat het niet past. En hij is heel erg mooi velvet. Me likey. En dan heeft hij hier nog een mooie rits. Dat hij goed aan kan. Dus dit is toch geweldig met die sweaterdress. Ik ga hem morgen echt even passen zo. Dus dat zit er in die doos. En dan heb ik dus nog een doos. Maar ik zou echt niet weten wat hierin zit. Echt niet. Want ik had maar één paar gevraagd. Ze hebben gewoon twee keer opgestuurd, per ongeluk, denk ik. Oh, wat zielig. Huh? Dat is echt vreemd. Huh? Oké, ik denk een foutje, maar ik heb dus nog een keer dezelfde laarzen gekregen. Nou ja, misschien dat ik mijn zus of iemand erbij mee blij kan maken. Ik denk ook wel mijn beste vriendin. Ja, ik denk dat zij dit heel leuk vindt. Oh, leuk. Dat komt wel goed. Dat is wat ik heb ontvangen. Ik ga nu snel Oh, ik hoorde geluid, maar ik denk dat het mijn hamster is. Ik schrik me kapot. Ja, dat is ik. Ik, schat. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Het is zo vreedzak. Ik heb vanochtend nog zijn ding gevuld met eten en dat is nu alweer helemaal op. Ik ga even alles opruimen. Ik ga vanavond proberen te douchen, want ik zweet me kapot. En ja, ik ga voortaan vliegen door het leven, want ik vind dit echt vreselijk. Maar ik ben echt zo blij met die spullen van Naked. En die doos met schoenen, daar ga ik echt nog wel iemand blij mee maken. Of ik denk mijn lieve vriendinnetje, hè, dat zij dat wel heel erg leuk vindt. Dus ja, dat komt helemaal goed. Oh, wij gaan een dobbelspel doen met mijn beste vriendin, haar moeder, mijn moeder en haar zusje.
met Sinterklaas en kerst en zo. Dus misschien dat ik die ook wel kan doen. Maar als zij deze vlog kijkt, dan weet ze dat. Maar boeien. Dan gaan dat zusje en mijn vriendin echt strijden om die schoenen. Dat weet ik nu al. Dus ja, leuk. Ik ga deze bende even opruimen, want dit is echt vreselijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik voel me eigenlijk wel weer helemaal goed. Dus ik ben echt blij dat het niet zo lang heeft geduurd uiteindelijk. Dus dat is fijn. Ik doe het nog wel rustig aan, dus qua ontbijt is wel gewoon een beschuitje gegeten weer. Maar goed, ik ben me dus aan het opmaken. Ik heb ook goudrossige ogen. Ik had er helemaal zin in. Mijn haar is nog half nat, want ik had het gewassen. Dus ik ga het zo even, het is ook echt zo. Ik denk dat ik het zo gewoon even ga stylen, want ik heb eigenlijk ook wel zin om te krullen. Maar ja, ik ga vandaag niet echt wat doen, dus dan vind ik dat ook een beetje onzin. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga zo even die aanbeelden maken van Naked. Dat hebben jullie hiervoor allemaal kunnen zien. Sander die komt nog en we gaan nog even bij de Albert Heijn. Ik heb heel veel glazen gespaard van die zegels. Dus dat gaan we even inleveren, want dat kan maar tot eind november. Dus sparen voor mijn uitzet, dat komt helemaal goed. En verder eigenlijk helemaal niks. Ik luister kerstmuziek en ik ga mijn haar doen. Ik ga het gewoon stylen, denk ik. Ja, ik ga het stylen. Ook heb ik net heel mijn alles schoongemaakt. Mijn make-up tafel en de spiegels en zo. Dit is ook allemaal weer netjes. Alleen moet ik dit nog even doen met olijfolie. En ik wil zo nog even mijn kwasten schoonmaken. Want ik gebruikte altijd deze kwast. Even kijken hoor. Deze voor highlighter. Dus hij zit nog helemaal onder de highlight, maar ik wil hem voor poeder gaan gebruiken. Want ik gebruik nu deze van Bougie Shop voor de highlighter. Dus dat wil ik lekker gaan wassen en ook mijn beauty blender. Zo, ik heb de doos van de winactie, had ik op mijn Instagram account gereed gemaakt. Hier zitten alle producten in. Nou, ik heb het ingepakt, dus ik hou het wel zo. Die ga ik zo even langs brengen, want ze komt toevallig hier uit de buurt. En ik heb nog een pakketje gekregen. Het is echt ongelooflijk. Kijk hoe leuk dit is. Ik heb dit opgestuurd gekregen van, als ik het goed uitspreek, Jilly Julie. En dit zijn gouden oorbellen. Dit zijn hartjes. Dit zijn van die muntjes, soort van, het lijkt een beetje op een kompas. Focus. Oh, ik weet niet zo goed, maar echt heel mooi. En dan nog gewoon bliksemschichtjes. Nou, verder wil ik even zeggen, make-up overal misschien, I don't know. Het is zaterdag dus, zoals je kon zien. En het ging weer even niet zo goed. En ik baal als een stekker. Dus ik kan niet werken vandaag. Omdat je weet maar nooit of je iemand gaat besmetten. Dat wil je gewoon niet. Tenminste, dat wil ik echt niet. En daarom was dit verstandiger. Ik dacht dat het weer helemaal goed ging. Nou heb ik gisteravond weer geprobeerd wat te eten. Want ik heb dus de afgelopen paar dagen ben ik best wel veel afgevallen. En heb ik niet gegeten. Dus ik dacht, ik eet gewoon rustig een paar boontjes met wat aardappelschijfjes. Weet ik veel. Nou, dat ging dus. Ik dacht, nou, het valt op zich wel goed. Maar in de avond dacht ik al een paar keer dat het een beetje qua boeren, weet je wel. Dus ja, dat geen succes. Dus ja, ik word er echt poepzagrijnig van. Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn moeder heeft al vitamine C-pillen voor me gehaald. We gaan er gewoon helemaal voor. Het komt allemaal weer goed. En we gaan gewoon wat gezonder leven als het weer voorbij is. Want ik kan het niet meer aan. Echt, oh my god. Dus het leek me verstandig om gewoon nu de vlog af te sluiten. Het wordt toch niks meer boeiend dit weekend. Het lijkt me gewoon beter om gewoon even helemaal gewoon lekker te genezen. En dan kan ik volgende week weer beginnen met een nieuwe weekvlog. En hopelijk ben ik dan gewoon weer helemaal fris en fruitig. Kan ik gewoon naar school, want dan begint school ook weer. En is het gewoon weer all good. En hoop ik gewoon op een leuke vlog. Dus sorry voor deze vlog. Het escaleerde een beetje. Maar goed, dat kun je nooit weten als je de camera pakt. Dus wel heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het toch nog een beetje leuk vonden om te zien. Ook al heb je eigenlijk alleen maar heel veel pakketjes kunnen zien. Want meer kon ik eigenlijk ook niet doen. Dus sorry daarvoor. Maar het komt allemaal wel weer goed. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Laat me weten als je het leuk vond dat ik weer een vlog heb geüpload. En of ik dit vaker moet doen. Dan weet ik dat. En uiteraard, het wordt leuker. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Wel wil ik nog één ding zeggen. Ik spaarde dus voor van die zegels bij de Albert Heijn. En heb ik allemaal uitzetdingen gespaard en gekocht. Zeg maar voor weinig geld. Dus ik ben blij. Oh ja, er is nog één ding wat ik wil laten zien. En dat is dit ding. Ik heb in mijn extra shoplog of mijn room makeover dit niet meer laten zien. Dus bij deze. Het is echt prachtig. Van de Action. Nou, je ziet mij nu ook. Vreselijk. Dat gaan we even niet doen.
dit is toch helemaal leuk. Dus bij deze, doeg! Thank you.